Het Milanello aan de IJssel is dus vertrouwde domein voor Go Eagles in de voorbereiding. Alweer de 98ste oefenwedstrijd van de Deventer Club in Terwolde. Eind deze maand dus het jubileum. Maar voor de rest is er heel veel nieuw. U zag al Jadrach Egan en ook deze trainer is nieuw, Leon Flemings. Hij moet al die nieuwe spelers inpassen. Daar zal hij nog de komende weken voor nodig hebben hoor. Want spelers hebben deze week voor het eerst getraind en eigenlijk was het één grote kennismakersronde. Openingsfase al snel een penalty. Goeie actie van Egan en de kogel faalt niet. Al na 5 minuten weet hij het net te vinden. De man die vorig jaar zo weinig wist te scoren in de Eredivisie. En dit jaar hoopt hij weer belangrijk te zijn in de Jupiler League. Ook hij is gebleven. Joey Groenbast, goede bal op Hendricks. Nog een van de vertrouwde gezichten en hij bereikt Leon de Kogel. Met de 0 tegen 2. Hendricks in de kogel, gisteravond dus in de punt van de aanval. Flemings weet nog niet hoe hij gaat acteren. 4-3-3 of misschien wel met twee spitsen. Want Hendricks en de kogel zijn natuurlijk twee spitsen van naam en faam in de Jupiler League. Laat ook Hendricks hier zien met de 0 tegen 3. Handig weggedraaid door Hendricks. Dan bereikt hij Joey Suk. Ook een oud gediende in Deventer. En hij vindt de korte hoek. En zo is het al heel snel 0 tegen 4. Tegen Terwolde dat deze zomer wist te promoveren naar de vierde klasse. Rexepi op Hendricks. Houdt de bal goed bij zich. Bereikt dan Groenbast. Normaal gesproken gaat hij naar zijn rechter, maar hij gaat hier naar zijn linkerbeen. En bereikt daar Egan, die heel vrij staat. De bal simpel kan aannemen en kan afdrukken. Veel toeschouwers. En die zagen onder meer de nieuwelingen Langendijk en Hulsweer aan het werk. En de lokale helden van Terwolde, want dit is een goede parade van Dick Nieuwenhuis. Wel een hoekschop voor Go Eagles. Egan, en daar is het. Zo! Loem Rexepi met een karatentrap. 0 tegen 6. Hij moet misschien wel het hart van de defensie gaan vormen met Sandro Schenk. Dit is ook een fraaie nieuwe attractie van Go Eagles. Laver Cobinong. Canadees international. Linksback. Maar hij heeft ook een rechterbeen. Die laat hij hier zien. Dan weer Egan. Die op dreef was. En hier de bal afspeelt op de kogel. En zo is het vlak voor rust 0 tegen 8. De kogel dus op schot met 3 treffers. Dan heeft Flemings genoeg gezien van de A-garnituur. En dus kan hij ook nog even kijken hoe de beloften het doen. En ook zij weten het net te vinden. Al snel in de tweede helft. Givan Werkhoven. En dan gaan de dubbele cijfers er wel komen hoor, voor Go Eagles. Dat nog wel een aantal spelers moet binnenhalen. Want het is nog wat magertjes misschien voorin. Dit is de 0 tegen 10. En dan misschien wel de mooiste van de avond. Patrick Maneschijn. Hij is er niet echt blij mee, maar hij kan toch tevreden zijn over deze afronding. Aanvoerder Thijs Dekker. Handig weggedraaid en daar is het Werkhoven met zijn tweede. Uiteindelijk produceert Werkhoven ook een hat-trick. En zo wordt het 0-13 bij de overturen van de voorbereiding van Go Eagles. Dat in de komende weken nog moet schaven aan het team. Nou, dat moet zo snel mogelijk staan. Maar je moet wel op zoek naar de kwaliteit van spelers waar bij elkaar past. En ik denk daarin niet in systemen. Ik denk gewoon in mensen en veldbezetting. En hoe dat precies gaat staan, dat de beste veldbezetting is, ja, daar moeten wij de komende tijd naar op zoek. Maar het is continu zorgen dat je beter wordt en leert van training en wedstrijden. Dat is gedurende het hele jaar, maar we moeten snel mogelijk op zoek naar datgene wat het beste past.